Dik 3 maanden nadat werd besloten om Danny de Mank niet te vervolgen voor verkrachting, maakt hij zijn comeback op televisie. Hij verscheen gisteren bij onze Zuiderburen in de televisieshow Tulpen uit Antwerpen, dat in de zomer ook bij ons het levenslicht moet zien, als dat na alle vernietigende recensies überhaupt nog gaat gebeuren. Bart Ettekoven vindt het een goede zaak, vertelt de showkenner in Shownieuws. Wel mooi om te zien dat hij het weer oppakt. Wel opvallend dat het uitgerekend hierin is, het programma dat heel heilig wilde zijn toen Bart Peters een nummer wilde gaan zingen van Marco Borsato. Oh, nou, daar stak de directie van RTL een stokje voor. Dat wilde RTL liever niet. Want dat ligt op dit moment gevoelig, zeiden ze. Oh, dan doe ik iets van Lil Kleine. Mocht ook niet. En nu hebben ze Danny er neergezet. Ik vind het wel goed om te zien, want hij is in principe vrij van blaam gesteld door het OM. Zij zagen geen reden om het verder te vervolgen in die zaak. RTL 4 zegde Danny op het laatste moment af voor I Can See Your Voice toen er aangifte tegen hem gedaan werd. Tooske Ragas, ja, cancelen is heel ingewikkeld. Als je er eenmaal aan begint, dan maak je het jezelf heel moeilijk. Ronald Molendijk dan, ja, cancelen is volgens RTL dan in elk geval tot aan een uitspraak van het OM of van een rechter. Dan ben je dus weer oké. Begrijpelijk, vindt Patty Bart. Ik snap wel dat als je het bekijkt naar de slachtoffers toe, dat ze even een pauze inlassen. Een soort van bankje. Ronald, nee, want het zijn tot op heden volgens mij geen slachtoffers maar aangevers. RTL neemt Danny weer volledig in genade. Wat ons betreft staat ook de weg weer open voor andere programma's met Danny, aldus de zender. Het is belachelijk dat Danny überhaupt in de pauzekamer moest zitten, vindt Ronald. Je kan het toch ook gewoon aan zo iemand vragen? Danny is wat dat betreft niets anders dan iemand die gewoon naar kantoor gaat, toch? Dan kun je ook gewoon vragen, Danny, is dat gebeurd, ja of nee? Als hij dan zegt, nee. Dan moet je hem gewoon geloven, vindt Ronald. Wat je daarmee doet is dat je die carrière van Danny, RTL is groot, heeft een naam, er komt een persbericht uit en vervolgens zegt iedereen die een feestje organiseert, ja, dan ben je bij mij ook niet meer welkom. Ronald is meer van het Talpa-model, waar het totaal niet uitmaakt wat iemand op zijn kerfstok heeft. Het kan toch ook heel mooi zijn dat je als RTL zegt, we blijven er voorlopig even naast staan.